Namaste, welkom bij deze yogales voor beginners. In deze les gaan we werken aan lengte in onze quadriceps, de voorkant van onze dijen. Maar we beginnen liggend op onze rug. We beginnen min of meer in savasana, de benen zijn iets van elkaar af, de voeten vallen naar buiten. Alleen het verschil met savasana, we leggen onze rechterhand op onze buik, linkerhand op onze borstkas. En we sluiten onze ogen. En dan ademen we diep in. En we willen helemaal doorademen in onze buik. Dus je wil je rechterhand voelen rijzen. En op een uitademing wil je rechterhand naar beneden voelen zakken. En kijk dan of je elke ademhaling iets langer en iets dieper kan maken. Diep in te ademen, diep uit te ademen, kalmeren ons zenuwstelsel. En als we ons zenuwstelsel kalmeren, dan kunnen we stress loslaten. Eén ademhaling nog hier. Breng dan vervolgens je rechterknie naar je borst. Vingers gaan in elkaar, net onder je knie. En je trekt je rechterknie richting je borstkas. Kleine stretch voor de spieren in je onderrug, je bilspieren. En met je linkerhand. Neem je rechterknie mee over je lichaam naar links. Strek je rechterarm uit naar rechts en kijk over je rechterschouder richting je rechterhand. Inademing komt terug naar het midden. Uitademing strek je rechterbeen. Linkerknie komt nu richting borstkas. Vingers gaan weer aan elkaar. En we trekken die linkerknie iets meer naar de borstkas toe. Met behulp van je rechterhand neem je je linkerknie mee over je lichaam naar rechts. En je brengt je linkerarm naar links, schuin naar boven, kijk richting je linkerhand. En het gaat niet om diepte, heel een kleine stretch en een kleine losmaking van je onderrug hier. Op een inademing kom opnieuw op je rug liggen. Buig ook je rechterbeen. Voeten zijn net achter je hielen. Dus wil je wel met je vingers je hielen kunnen volgen, voelen. Armen zijn langs het lichaam. Inademing, bekken komt op. Armen komen op en over je hoofd. En op een uitademing gaat bekken terug naar het lichaam. En de handen gaan terug naar de grond. Inademing, bekken op, armen over je hoofd. Probeer te coördineren dat je bekken op het hoogste punt is als je vingers de grond raken. Uitademing, bekken terug, armen terug.
Doen we nog 3 keer. Inademing, bekken op, armen over je hoofd naar achter. Uitademing, bekken terug, handen terug. Inademing, bekken op, armen op. Uitademing, bekken terug, armen terug. Laatste keer. Inademing, bekken op, armen op. Uitademing, bekken naar de grond. Armen terug naar de grond. Strek je benen weer uit. Op een inademing breng je armen over je hoofd naar achter. Je maakt je zo lang mogelijk. Uitademing, wandel je benen iets naar rechts. Kruis je linker enkel over je rechter. Armen gaan ook iets naar rechts. En met je rechterhand pak je je linker polsbeet. En je trekt iets aan die linker pols. Dus creëer een kleine stretch in de linkerzij. Op een uitademing terug naar het midden. 1 volledige ademhaling hier. Adem in. Op de volgende uitademing gaan de benen door naar links. Armen gaan naar links. Linkerhand pakt rechter pols. Rechter enkel gaat over de linker. En we stretchen de rechterzij. Inademing maak je nog iets langer. Uitademing komt terug naar het midden. Dan per inademing knieën gaan naar de borst. Uitademing borstkast komt op. Armen zijn om de benen heen. En we trekken de knieën richting onze borstkast. Dus we maken een klein balletje van onszelf. Nog een losmaking voor de onderrug. Een klein stukje rock'n'roll. We rollen naar achter en naar voren. Zodat we een kleine massage hebben voor de spieren langs de wervelkolom. En we maken de beweging wat groter. Dat we door kunnen naar kleermaker zit. Oké. Vanuit kleermaker zit. Op een inademing komen onze armen op lengte. Uitademing, vingers achter onze rug. Inademing, open je borstkas. Uitademing, kin naar de borst. Inademing, armen komen weer op. Lengte in de rug. Uitadem, vingers achter je. Inademing, open je borstkas. Uitademing, kin naar de borst. Nog 2 keer. Inademing, armen op. Lengte in je rug. Uitademing, vingers achter je. Inademing, open je borstkas, holle rug. Uitademing, bolle rug. Laatste keer, inademing, armen op lengte. Uitademing, vingers achter je rug. Inademing, open je borstkas, kijk naar boven. Uitademing, kin naar je borst. Dan op een inademing komen we rechtop. En op een uitademing rollen we all fours, handen en knieën. Hier in je handen en knieën. Eerst een paar kat en koe. Dus inademing holle rug, kijk naar boven. Uitademing kin naar je borst, bolle rug. Inademing hol, kijk naar boven. Uitademing bol. Nog 2. Inademing hol. Uitademing bol. Laatste. Inademing hol. Uitademing bol. Dan plaatsen we de handen met de vingers richting de zijkant. En we bewegen iets van links naar rechts. Een kleine opwarming voor onze polsgewrichten.
Dan vinden we weer stilstand in het midden. Plaats de handen op de grond, tenen in de mat. Inademing, bek op, maak een lengte in onze rug. Maak een kleine wandelende beweging hier. Door ombeurten een hiel richting de grond te brengen. En dan vinden we een moment van stilte. Maken de rug lang. Borstkas beweegt richting de dijen. Vingers zijn zo stevig mogelijk in de grond. We ademen hier. Vanuit Downward Facing Dog. Kijk tussen je handen. Wandel rustig naar de voorkant van je mat. Inademing bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing buig voorover. Inademing helemaal overeind lengte. Uitademing armen langs je lichaam. Oké, op een inademing. We buigen onze knieën. Kijk even naar je knieschijven. Je wil net je grote teen voorbij je knieschijven zien. En we kantelen het bekken. Dus het staartbeen gaat naar beneden. Armen komen op de stoelhouding. Uitademing. Buigen vanuit ons bekken naar voren toe. Inademing. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing. Plaats je handen op de grond. Stap naar achter in een plank. En laat je langzaam helemaal op de grond zakken. Inademing. Cobra. Dus we openen onze borstkas. Uitademing. Tenen in de mat. Bekken naar achter. Eén ademhaling hier. Dan kijken we tussen onze handen. Per inademing stappen we de rechtervoet naar voren. Armen komen op. Knieën zijn in lijn met onze enkel. Uitademing. Handen naar de grond. Rechtervoet stapt naar achter. We laten ons weer op de grond zakken. Inademing. Openen de borstkas. Tenen in de mat. Uitademing. Bekken naar achter. Kijk tussen je handen. Inademing. Linkervoet komt naar voren. Armen komen op. High lunge. Uitademing. Handen naar de grond. Linkervoet stapt naar achter. Plank. Laat je op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing. Open je borstkas. Tenen in de mat. Uitademing. Downward facing dog. Eén volledige ademhaling hier. Kijk dan weer tussen je handen. Wandel naar voren op een inademing. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind. Lengte in je rug. Kleine achteroverbuiging. Uitademing, armen langs je lichaam. Doen we nog een keer. Inademing, buigen onze knieën. Armen komen op de stoelhouding. Uitademing, buigen vanuit het bekken. Naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Plaats onze handen, buig je knieën als het moet. En stappen naar achter en laat ons zakken op onze uitademing. Inademing, openen de borstkas. Uitademing, tenen in de mat, bekken naar achteren toe. Kijk dus je handen. Inademing, rechtervoet stapt naar voren. Blijf op de bal van die linkervoet. Armen komen op, high lunge. Uitademing, handen naar de grond, rechte voetstap naar achter, plank, laat je zakken. Inademing, open je borstkas. Uitademing, bekken op en naar achter. Kijk dus je handen, inademing, linker voetstap naar voren, kom omhoog, high lunge. Uitademing, handen naar de grond, linker voetstap naar achter, plank, laat je zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open die borstkas. Uitademing, bekken op en naar achter. Eén volledige ademhaling hier. Kijk tussen je handen. Inademing, stap naar voren. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover.
Inademing, helemaal overeind en buig lichtjes achterover. Uitademing, overeind, armen langs het lichaam. Oké, nog eentje. Inademing, armen op lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Plaats je handen, stap naar achter in een plank. Laat je langzaam op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas. Uitademing, bekken op naar achter. Downward facing dog. Kijk dus je handen. Inademing, rechtervoet komt naar voren. Armen komen op. High lunge. Uitademing, handen naar de grond. Rechtervoet naar achter. Laat je op de grond zakken. Inademing, open die borstkas. Uitademing, bekken op en naar achter. Kijk naar voren, inademing, linkervoet stapt naar voren. We komen overeind, high lunge. Uitademing, handen naar de grond, linkervoet stapt naar achter. En we laten ons helemaal op de grond zakken. Voeten plat op de grond. Inademing, open je borstkas. Teen in de mat. Uitademing, bekken op en naar achter. Lengte in je rug. Volgende inademing, kijk dus je handen, stap naar voren, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte. Uitademing, armen langs het lichaam. Oké, we gaan nog iets meer doen voor de schouders. Dus, schouders komen op, draaien ze naar voren en naar beneden. Dan, armen gaan naar achter, naar boven en naar voren. Alleen de schouders. Schouders naar achter, op en naar voren. Armen op, naar boven en naar voren. Doen er nog drie. Schouders eerst naar achter, op, naar voren. Dan komen de armen. Schouders alleen. En de armen. Laatste. Schouders alleen. En de armen. Oké, andere kant. Schouders naar voren, op en naar achter. Armen. Naar voren, op en naar achter. Alleen je schouders. En alleen de armen. Nog drie. Alleen je schouders. Armen. Schouders. Armen. En de laatste. Schouders. En armen. Perfect. Oké, ga nog een zonnegroet doen om te zorgen dat we helemaal warm zijn. Op een inademing, armen op. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, stap naar achter in een plank. Laat je op de grond zakken. Inademing, open je borstkas. Uitademing, tenen in de mat, bekken naar achter. Kijk dus je handen. Inademing, rechtervoet komt naar voren. Armen komen op, high lunge. Uitademing, dit keer handen gaan naar de grond. Linker knie komt naar je borst, je maakt je klein. En been gaat naar voren. Uitademing, linkerbeen stapt naar achter. Inademing, rechterarm komt op. Uitademing, rechterhand naar de grond. Rechtervoet stapt naar achter. Laat je zakken. Inademing, open je borstkas. Uitademing, bekken op. En naar achter. Linkerbeen. Inademing. Linkervoet stapt naar voren. Kom omhoog. High lunge. Uitademing. Handen naar de grond. Inademing. Linkerknie komt op en gaat naar voren. Uitademing. Linkerbeen stap. Rechterbeen stapt naar achter. Links, rechts. Inademing. Linkerarm op. Uitademing, linkerhand naar de grond. Stap naar achter in plank. Laat je zakken. Inademing, open je borstkas. Uitademing, tenen in de mat. En terug, downward facing dog. Eén ademhaling hier. Vanuit downward facing dog. Kijk naar voren, wandel naar voren, bovenlijf parallel aan de grond.
Uitademing, buig voorover. Inademing, kom overeind. Lengte in die rug. Uitademing, armen langs je lichaam. Oké, gaan we naar onze eerste flow toe. Inademing, armen op lengte. Uitademing, buig vanuit je bekken naar voren. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, stap naar achteren in de plank. Laat je zakken, tot zover hetzelfde. Inademing, open die borstkas. Teen in de mat. Uitademing, bekken naar achter. Kijk tussen je handen. Inademing, linkervoet stap naar voren dit keer. Kom overeind. Uitademing, buig die rechterhand. Linkerhand komt op die rechter elleboog. En je duwt die rechter elleboog iets naar achteren. En iets naar beneden. En je duwt ook je rechterhiel zoveel mogelijk richting de grond. Dus we willen een stretch hebben op de rechter iliopsoas. Die hebben we normaal in high lunge. Maar met deze elbow press maken we die stretch nog dieper. Adem hier. Inademing, armen komen op. Uitademing, draai de rechterhiel open. Komen in warrior 2. Alleen als transitie. Want op een inademing strekken we het linkerbeen. Rechterheup gaat naar achter. Linkerarm komt naar voren. En op een uitademing, linkerhand naar beneden. Rechterarm komt op. Dus we vinden Trikonasana. Inademing, komen overeind. Draai de linkervoet in. Rechtervoet stapt ook parallel met de zijkant van je mat. Uitademing, vingers in elkaar achter je rug. Inademing, open die borstkas. Uitademing, kom uit vanuit je bekken naar voren. Armen gaan over je heen. Stretch je de hamstrings. Stretch je de spieren in de onderrug. En we stretchen de spieren van onze schoudergordel. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, hand op je heupen. Inademing, langzaam overeind. Draai rechtervoet open. Bij uitademing, buig je rechterknie. Linkervoet is nog steeds parallel aan de zijkant van je mat. Armen zijn parallel, warrior 2. Dan adem in, strek het rechterbeen. Linkerheup naar achter, rechterhand naar voren. Uitademing, rechterhand naar beneden, linkerarm naar boven. Blijf die linkerheup openen, blijf de linkerkant van die borstkas openen. Dus we willen weer naar Trikonasana. En we willen vooral een zijwaartse stretch hebben hier. Bij inademing komen we overeind. Uitademing, draai je de linkervoet in. Inademing, armen komen op. Dus we hebben nu high lunge aan de andere kant. Uitademing, buigen de linkerarm. Rechterhand gaat op de elleboog. En we duwen die elleboog iets naar beneden. Iets naar achter. We houden die rechterknie boven onze rechtervoet. Duwen de linkerhiel richting de grond. En we creëren ruimte in die linker iliopsoas. Inademing, armen op. Uitademing, draai beide voeten weer parallel aan de zijkant van je mat. Handen gaan op je heupen.
Inademing, lengte in je rug. Uitademing, kom met die lengte naar voren. Handen gaan door richting de grond. Middelvinger, wijsvinger, duim pakken de grote teenbeet. Inademing, creëren nog meer lengte. Maak de rug lang. Uitademing, buigen iets naar voren. Ellebogen zijn naar buiten. En we trekken met onze vingers iets aan die grote teen. Om een stretch te creëren. De rhomboïdius, de spier. Tussen wervelkolom. En schouderblad. En het hoofd hangt zwaar naar beneden. Inademing, bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, wandel de handen naar voren. Draai de linkervoet uit, rechtervoet in. Stappen naar achter in plank. Laten ontzakken. Inademing, rollen over de tenen. Openen de borstkas. Uitademing, bekken op en naar achter. Zakken met de borstkas door de armen heen. Openen de pectoralis. Eén ademhaling hier. Op een inademing rollen we terug naar voren in een plank. Linkerknie gaat naar de grond. Linker onderbeen draait naar buiten. En we openen zijwaarts, zijwaartse plank. Dan rechterbeen komt op. Buig het rechterbeen. Rechterhand pakt de rechtervoetbeet. En we trekken die rechter dij naar achter. Dus we creëren een opening in de borstkas. En we stretchen de rechter quadriceps en de rechter iliopsoas hier. Hoofd kan iets naar achter om de stretch nog intenser te maken. Inademing, been op, arm op. Uitademing, terug, all fours. Inademing, plank. Uitademing, rechte knie naar de grond. Draai het rechte onderbeen uit. En op een inademing, arm komt op. Linkerbeen komt op. Buig het linkerbeen. Linkerhand pakt de linker enkelbeet. En we trekken de linkerdij naar achter. Open de borstkas. Inademing, been op, arm op. Uitademing, terug, all fours. Teen in de mat. Inademing, billen op en naar achter. Maak lengte in je rug. Downward facing dog. Adem hier. Vanuit downward facing dog, kijk weer tussen je handen. Wandel weer naar voren. Bovenlijf parallel aan de grond. Uitademing, buig voorover. Inademing, helemaal overeind, lengte weer. Uitademing, armen langs je lichaam. Oké, gewicht komt op je rechtervoet. Buig het linkerbeen, beide handen pakken de linkervoet vast. En we trekken die linkerdij iets naar achter en we openen de borstkas. Dus we gaan niet helemaal door naar Natarajasana, de dansen. We blijven in deze voorbereiding. En we proberen hier de quadriceps nog verder te stretchen. Adem hier. Met controle, linkervoet naar de grond. Gewicht door naar links. Buig rechts. Beide handen pakken de rechtervoetbeet. Trekken de rechterdij naar achter. Openen de borstkas. Hoog op een vast punt. Heel rustig, rechtervoet naar de grond. Als het gelukt is, perfect. Als het niet gelukt is, goed geprobeerd.
Maakt niet uit. In asana gaat het niet om of het lukt of niet lukt. Het gaat om doen. Belangrijkste. Oké, voeten bij elkaar. Hielen bij elkaar. Inademing. Armen op lengte. Uitademing. Buig vanuit je bekken naar voren. Inademing. Bovenlijf parallel aan de grond. Handen op de grond. Uitademing. Stap weer in een plank. Knieën naar de grond. Kruis je enkels. Wandel je handen naar achter. Kom op je billen zitten. Oké, benen zijn naar voren. We gaan richting Hero's Pose. Maar eerst handen langs het lichaam. Duw een beetje in je handen. Maak lengte in je rug. En sluit je ogen. Trek je tenen naar je toe. Dandasana. Open weer langzaam je ogen. Oké, Dandasana is een hele kleine hamstring stretch. We werken aan de voorkant van onze dijen, maar het is goed om de boel in balans te houden. Dus een kleine stretch voor de hamstrings, perfect in een les. Maar nu, linkerbeen gaat dubbel. Voet is op de grond en we wandelen rustig naar achter tot je een stretch voelt op die linker dij. Als je de flexibiliteit hebt, kan je op je ellebogen komen. Dit kan niet lekker voor je voet zijn. Als je voet nou heel erg pijn doet, rol dan op je zij. Linkerhand pakt je enkelbeet en je trekt het been naar achter, zoals we net staan deden. Als het wel lukt en je bent op je ellebogen en je hebt nog steeds meer ruimte, kan je op je rug komen liggen. Mocht je nog steeds ruimte hebben voor meer stretch, zet dan je rechtervoet op de grond. Is dat nog zo'n stretch? Vingers gaan weer in elkaar. Onder je rechterknie. En je trekt je rechterknie iets naar je dij. Of naar je dij. Je rechterknie iets naar je borst toe. Kijk wat voor jou werkt. Verschillende stappen. Afhankelijk van de lengte die jij hebt in je quadriceps. Dan rechtervoet naar de grond als je je knie vasthoudt. En vervolgens trek je de rechterbeen uit. Met behulp van je handen kom langzaam, langzaam overeind. En we bevrijden op het linkerbeen. Schud even uit. En dan gaat rechterbeen dubbel. We leunen weer op onze handen. Opnieuw, als het pijnlijk is, rol op je linkerzij. Pak de rechter enkelbeet. En trek naar achter. Anders zijn we hier. Als je de ruimte hebt, kan je plat liggen. Het is heel normaal dat één kant veel flexibeler is dan de andere kant. Misschien heb je gevoetbald. Vaak zijn we rechtsbenig. Misschien heb je gesnowboard. Vaak staan we links voor. Onze rechterbeen doet vaak meer dan ons linkerbeen. Als we rechtshandig rechtsbenig zijn. Voor linkshandige, linksbenige is het andersom. Dus het is normaal dat er een groot verschil tussen zit. Mocht je de ruimte hebben, linkervoet weer op de grond. Mocht je meer ruimte hebben, pak je linker kniebeet. En trek je linker knie richting de borstkas. Langzaam linkervoet terug naar de grond. Strek je linkerbeen. Met behulp van je handen. Kom weer overeind. Rechtervoet komt naar voren. Komen zitten. En we schudden weer uit. Dan open de knieën naar de zijkant. Voeten gaan bij elkaar. We komen rechtop zitten. En we hebben vrij veel ruimte tussen ons bekken en onze voeten. Zover dat als het hoofd naar voren komt, hoofd boven onze voeten is. Het is een kleine ontlasting voor je onderrug. Omdat in Reclined Hero, de pose die we net gedaan hebben,
kunnen de spieren in de onderrug een beetje samen trekken. Ze brengen nu weer wat lengte en opnieuw je bent waar je bent. Als dit jouw ruimte is, is dit jouw ruimte. Kan je op je ellebogen komen? Kom op je ellebogen. Misschien kan je wel een kussentje maken van je handen. En je hoofd op je handen rusten. Inademing komen we overeind. En op een uitademing strekken we onze benen weer. Rollen rustig op onze rug. Sluiten onze ogen. Ademen nog één keer diep in door onze mond. We ademen uit met een zucht. Het enige wat je nu hoeft te doen is te zijn. Als je langer in Savasana wil blijven, blijf iets langer in Savasana. Anders beweeg wat met je tenen, met je vingers. Breng je armen over je hoofd, strek jezelf uit. Hou je ogen nog even dicht, rol op een zij. Met je ogen dicht, behulp van een hand, kom je langzaam tot zitten. Breng je handen samen voor je borst. Buig je hoofd richting je handen. Wrijf in je handen, creëer hitte. Plaats ze over je ogen. Open je ogen onder je handen. Open je vingers om je licht binnen te laten. En breng je handen weer samen. Dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze yogales. Als je zin hebt in nog een les, klik op de playlist. Wil je meer over yoga weten, klik op die playlist. Als je nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Dan krijg je een melding als er een nieuwe video voor jou klaar staat. Ik zie je in ieder geval bij de volgende les. Namaste.